Nederlandse PSV-supporters wisten niet wat hen overkwam donderdagmiddag, klokslag 2 uur, op de Plaza de la Ayuntamiento in Valencia. Daar brak een hels vuurwerk los ter ere van Las Fallas. Van 1 tot en met 19 maart worden er elke dag om 2 uur voor het stadhuis zogenaamde mascalletas aangestoken. Voornamelijk knalvuurwerk. Het feest vindt zijn oorsprong bij de houtsnijwerkers. Na de winterperiode werd het afvalhout verbrand ter ere van het patroonsfeest van San José, Sint-Jozef, op 19 maart. Op die dag worden nu grote karikaturale poppen in brand gestoken. Duizenden bezoekers maken tijd vrij om 's middags 10 minuten lang te genieten van het bijna hypnotiserend harde lawaai. Op daken, balkons en midden op straat verzamelt zich een enorme menigte. PSV's technisch directeur Max van Brands aanschouwde het schouwspel vanuit het stadhuis. Vuurwerk worden hartstochtelijk liederen gezongen vanaf het balkon van het stadhuis. Middelpunt van die ceremonie is de Fallas Koningin. Fallas Koningin worden is een droomwens voor zowat elk Valenciaans meisje. Er werd tijdens de ceremonie echt ook flink gedemonstreerd.